Hallo allemaal, we zijn in de office. Ik heb jullie eigenlijk nog nooit echt een tour in de office gegeven, maar dat komt zo. Er komt binnenkort een nieuwe reeks vlogs aan, dus hou dat in de gaten. Hey, Rens Versluis. Nu ga ik er te veel op letten, gast. What the fuck? Oké, ik heb jullie nog nooit een tour gegeven in onze office. Ons bedrijf heet Many Things Studio. Zometeen komt de office tour. Ik heb eigenlijk niet heel veel te vertellen, maar aangezien wij nu in de office zijn, in Many Things Studio zijn, heb ik wel een leuke bedrijfsquote. Het is een beetje harsh, dus als je daar niet tegen kan, dan moet je sowieso mijn vlogs in kijken. Wat was het ook weer? Succes is alsof je zwanger bent. Iedereen zegt gefeliciteerd tegen je. Maar ze weten allemaal niet hoe vaak je wel niet genaaid bent. Huh? Wat? Min of meer eigenlijk, ja. Weet je wel. Oké, dat is nummer 1. Tour in the office. We hebben eigenlijk nog nooit echt een tour in the office gedaan. Dit is waar deze guy werkt. Hij heeft wel echt een beast van gear. En vertel eens iets over je gear. Welke gear? Welke beginnen? Je monitor. Mijn monitor. Ja, dit is nou die ISO monitor eigenlijk mee. Kleurencorrecties. En heel erg kleuraccuraat. Dus wat hij eigenlijk wat die mee doet in principe. Is dat dit is meer eigenlijk geschikt voor printing. Dus wat ik ook kan doen zeg maar is dat ik een beetje meer video kan kijken op een andere kleurruimte. Bijvoorbeeld meer bioscoopkleur eigenlijk. Nou, de rest is meer mijn normale monitor. Waar ik al jaren al heb. En mijn camera, videocamera. En daar al je verder ziet, zijn al die onze camera's. Inclusief wat Michel nu vasthoudt. De rest is allemaal naar voren. En de achterkant, de asfaltletten. Dus door de magie van editen, gaan we zo meteen een jump cut over naar de volgende meeting. Hey, dit soort shots maken is echt een pain in the ass. God, ik ben al laat. Ik ben op locatie, maar voordat ik naar binnen ga wil ik jullie iets vertellen. Ik ben de laatste tijd ben ik helemaal af van social media. En ja, het brengt me eigenlijk wel veel rust. Want hebben jullie wel eens het moment dat jullie denken van... Het moment wanneer je goed kan denken is wanneer je eigenlijk rust hebt in je hoofd. En ja, ik hou van problemen oplossen. En als ik te veel bezig ben met social media, ja, dan kom je er op een of andere manier uit. Terwijl je gewoon altijd verbonden bent met de rest van de wereld. Dus ja, op dat moment in de douche stond en een rondje ging lopen, toen dacht ik op een moment, yes, ik had het! En dat is mijn reden waarom ik social media eigenlijk verbannen heb van mijn leven. Nou ja, goed, ik heb niet helemaal verbannen. Maar het is meer in de zin van, ik zat elke 20 minuten zat ik zo en daar werd ik helemaal gek van, joh. Zouden meer mensen moeten doen. Nee, maar ik meen het, jongens. Het is belangrijk om dat even rust te nemen voor jezelf. Zoals nu. En helemaal niet appen of telefoneren achter het stuur. En helemaal niet in je handen. Ben ik zo tegen. Hoi. Goed. Ja? Ja, ook goed. Ja. Nou, dus ik heb net de meeting gehad. Meeting ging goed. Ik vertel nog steeds niet waar het over gaat. Jullie zien het vanzelf al. Ik ga binnenkort op reis. Morgen ga ik vliegen. 3 of 4 jaar geleden hebben de extravagante supervlog. Nou, en dat is dus weer een nieuwe reeks. Ik heb er zin in, jongens. Ik denk dat ik de vlog een beetje ga eindigen. Of als ik jullie ga verrassen, dan zien jullie zo meteen nog een shot. Maar dat is in ieder geval einde van vlog 1. Ik heb er zin in, jongens. Is het te donker of niet? Kijk hoe hij erbij zit. Kijk hier, wijs aan, hè, Sander. Ik heb de camera hier. Oké, hier.